Sjoerd Ars, een hat-trick. Dat is je eerste voor NEC, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Nee, dat is natuurlijk voor een spits is het altijd lekker om te scoren, helemaal als je dat drie keer doet. Maar als je uiteindelijk ook nog zo thuis met 5-1 wint, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Is dat belangrijker, winnen met je team in plaats van zelf een hat-trick scoren? Ja, in deze fase van mijn carrière wel, ja. Ik denk, misschien vroeger heb ik er wel eens anders over nagedacht, maar nee, nu uiteindelijk de winst van het elftal staat voorop. En ja, ik denk dat je de laatste afgelopen wedstrijd tegen Ajax heb je eigenlijk 2 punten laten liggen. En ik denk dat we hiermee weer een goede stap hebben gezet. En we waren scherp vandaag, die ballen gingen er wel in. En dan zie je dat we ook lekker uit kunnen voetballen. Jullie waren scherp vandaag. Hoe kan het verschil zo groot zijn met afgelopen maandag, waarin je zelfs nog voor open goal een kans mist en nu in 1 keer 3 hop 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 raak? Nou ja, weet je, je kunt iedere wedstrijd alle kansen maken. En net wat de afgelopen wedstrijd, dan mis je allemaal kansen en dan is het lastig. Ik bedoel, als de een is en de ander scoort wel, dan vang je dat elkaar vaak op. Maar ja, dat zie je in de topvoetbal ook. Er worden ook wedstrijden heel veel kansen gemist en je kunt iedere wedstrijd alle ballen maken. Maar ja, ik denk dat we moeten zorgen dat we zo scherp proberen te blijven en dan voetbalt het ook een stuk makkelijker. Ik denk tegen VVV thuis speel je eigenlijk ook een hele goede pot voetballend. Alleen ja, op het eind van de wedstrijd dan zegt iedereen toch van ja, was niet zo heel goed en was moeizaam. En ja, dan win je uiteindelijk met 2-1. Maar ik denk als je daar ook je kansen afmaakt, dan krijg je ook zo'n uitslag. Nou, kijk je met een schuin oog misschien tijdens de wedstrijd ook wel naar andere wedstrijden, want er is een volle speelronde. Hoor je dat ook vanuit het publiek, er wat reactie kwam toen de Graafschap voorkwam, zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, daar zijn wij eigenlijk als spelersgroep helemaal niet mee bezig. Wij focussen ons op onze eigen wedstrijden en we hebben toch geen invloed op wat Roda doet. Dus het belangrijkste is dat we onze wedstrijden blijven winnen. En dan zie je uiteindelijk wel na de wedstrijd wat er gebeurd is. Maar ja, daar houden wij ons niet zo heel veel mee bezig. De wedstrijden volgen elkaar nu in een hoog tempo op. Maandag richting Noord-Holland naar Telstar. En voor jou misschien nog een leuk persoonlijk doel, ook al zit je in die fase van je carrière niet, zeg je zelf. Je bent bijna 1-op-1 aan het lopen. Nee, ja goed, net als ik zeg, voor het vertrouwen van de spits is het lekker. Maar het belangrijkste is uiteindelijk dat we winnen. En maandag krijg je gewoon weer je hebt 2 dagen rust en dan speel je weer uit in Hermuiden. En volgens mij wordt het maandag ook nog flink koud. Dus dat worden ook weer hele andere omstandigheden dan dat je zo'n lekkere wedstrijd hier thuis speelt met het publiek erachter. Dus ja, ook daar moeten we ons gewoon weer op voorbereiden en zien dat we daar ook de 3 punten weghalen. Slotvraag, wie was de man of the match vandaag? Sjoerd Ars met 3 doelpunten of Alireza met 1 goal en 3 assists? Nou ja, het maakt mij helemaal niks uit. We waren allebei belangrijk, net wat ik zeg. Het belangrijkste is dat we als team gewoon die 2 verloren punten van de afgelopen wedstrijd, dat we dat weer recht hebben gezet en dat we zo'n lekkere thuiswedstrijd hebben gespeeld. Publiek er weer achter, dus al met al wordt het weer een mooi weekend. En weer bovenaan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dank je. Hey.